Hey, welkom bij een nieuwe video. Ieder van ons is uniek. Dit heb je waarschijnlijk al 1000 keer eerder gehoord, maar sommige van ons verschillen extreem van de meeste andere mensen. In de video van vandaag gaan we je 10 vrouwen laten zien die zo uniek zijn dat je bijna niet gelooft dat ze echt bestaan. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 10. De wereld staat op zijn kop voor een vrouw die Bojana Danilovic heet. Haar ogen zouden op de juiste manier de beelden kunnen zien, maar haar hersenen veranderen ze. Haar hersenen zorgen ervoor dat ze alles letterlijk ondersteboven ziet. De naam van haar unieke aandoening is ruimtelijke oriëntatiefenomeen. Andere mensen over de hele wereld hebben eerder soortgelijke dingen gemeld, maar die hebben meer invloed op hun schrijven dan op hun lezen. Als de vrouw iets correct wil lezen, moet ze het van beneden naar boven lezen. Ze werkt bij een gemeente in Ušće in Servië en Montenegro, waar ze speciale formulieren voor haar hebben gemaakt. Bij haar thuis heeft ze een televisie staan die ondersteboven staat. Bojana geeft toe dat deze veranderingen er voor anderen misschien vreemd uitzien, maar voor haar is dit de norm. Kun je je voorstellen dat je alles ondersteboven moet lezen? Nummer 9. Een turnster genaamd Natasha Coates had het allemaal, maar op 18-jarige leeftijd begonnen maagklachten de kwaliteit van haar leven aan te tasten. Het werd al snel duidelijk dat ze allergisch was voor alles. Dit omvat alles van bepaald voedsel tot haar eigen haar en tranen. Wanneer haar allergieën de kop opsteken, weet ze nooit of ze mild zullen zijn of dat ze naar de spoedafdeling moet worden gebracht. De ene dag kan ze gewoon niets eten en de volgende dag is er allergisch voor. Als haar haar groeit, krijgt ze soms blaren en brandwonden op haar hoofdhuid. En wanneer ze huilt, laten haar tranen een rode uitslag achter op haar gezicht. Deze allergische reacties worden door wetenschappers MCAS genoemd. Een van de vreemdste dingen is dat ze kan voelen wanneer ze heel erg allergisch begint te worden. Ze vertelt dan dat haar botten beginnen pijn te doen door de drukveranderingen in de lucht en ze ervaart hoge koortsachtige symptomen, waardoor ze de bijnaam Weervrouw heeft gekregen. Nummer 8. De eeneiige tweeling Catharina en Kirsty Fields uit Lanali, een plaats in South Wales, hebben letterlijk een aandoening die zo zeldzaam is dat het naar hun is vernoemd. De tweeling heeft een onmogelijk zeldzame progressieve spieraandoening. Dit zorgt ervoor dat ze in een rolstoel moeten zitten en meer dan 100 spierkrampen per dag hebben. Op een gegeven moment zouden ze zelfs niet meer kunnen praten. Catharina en Kirsty zijn dus de enige mensen ter wereld die dit hebben. Hoewel de artsen er niet in geslaagd zijn hun stem te herstellen, heeft de tweeling voor een van hun verjaardagen een elektronische spraakmachine gekregen. Het eerste gesprek dat ze hadden toen ze hun vermogen om te communiceren met de wereld weer terug hadden, was over hun favoriete zanger Harry Styles van One Direction. Nummer 7. Er zijn maar weinig mensen op aarde die een moeilijk leven hebben met enorme uitdagingen zoals Chen Tusani. De vrouw komt uit een arm gezin en toen ze werd geboren waren haar knieën abnormaal naar voren gebogen, wat haar L-vormige benen opleverde. Voor een lange tijd kon ze niet lopen, tenminste niet zoals andere mensen. In haar dorp kreeg ze de bijnaam Kruipend Meisje. De reden hiervoor is omdat ze zich voortbewoog met haar handen die ze gebruikte om haar lichaam over de grond te slepen. Helaas werd ze dus ook veel aangekeken door mensen die haar voorbij liepen op straat. Pas toen een plaatselijke krant in 2013 over haar verhaal schreef, begon haar leven ten goede te veranderen. Sindsdien heeft ze meerdere operaties ondergaan en is ze nu in staat om te lopen. Nummer 6. De volgende vrouw met de naam Michelle Ruffinelli staat bekend om het hebben van de breedste heupen. Ze heeft een taille van ongeveer 102 centimeter, wat in totaal een ongelofelijke 2,4 meter in omtrek meet. Michelle is een moeder van 4 kinderen en staat in het Guinness World Records voor de breedste heupen ter wereld. Geloof het of niet, maar ze had niet altijd deze heupen en grote omvang gehad. Als tiener was ze atletisch met een normaal gewicht van 64 kilogram. Ze had wel brede heupen, iets dat al wel in haar familie voorkwam, maar niets ongewoons. Pas toen ze op 22-jarige leeftijd haar eerste kind kreeg, begon haar lichaam uit de hand te lopen. Hoewel ze haar figuur heeft omarmd en zelfs modellenwerk is gaan doen, heeft ze nog steeds problemen. Zo moet ze bijvoorbeeld door de meeste deuropeningen zijwaarts en rijdt ze liever in een vrachtwagen dan in een auto. Nummer 5. Kun je je voorstellen dat je geen tong hebt? Dit is het geval voor Auristella Viana da Silva, een vrouw die zonder tong is geboren.
Ze heeft moeite met spreken, eten en zelfs ademhalen is niet altijd gemakkelijk voor haar. Haar moeder zei dat Auristella op het randje leefde vanaf de tweede dag dat ze geboren werd. In feite hadden de dokters niet verwacht dat ze langer dan 3 dagen zou leven. Maar dat deed ze wel en ze kreeg een decennium lang behandelingen waarvan geen enkele werkte om haar leven te verlichten. Een gewaagde operatie in 2 delen was uiteindelijk wat wel werkte. De artsen vergroten haar kaak en kin om meer ruimte te maken in het inwendige van haar mond en haar tanden moesten een beugel hebben. De resultaten waren geweldig, want ze kan niet alleen nu makkelijker praten, maar ook beter kauwen. Nummer 4. Als je naar het bovenlichaam van Mao Gani Gator kijkt, is er niets aan de hand. Maar haar linkerbeen, dat in totaal 45 kilogram aan haar lichaamsgewicht toevoegt, is echter veel groter dan het andere. De vrouw komt uit Knoxville, Tennessee in de Verenigde Staten en werd geboren met lymfodeem. Bij deze aandoening verzamelt zich vocht in het zachte weefsel van iemands lichaam, wat een abnormale zwelling veroorzaakt. Haar familie merkte bij de geboorte al dat er iets niet klopte en artsen vertelden dat haar voetafdrukken als baby anders waren. Mao Gani's been was groter geworden door al het overtollige vocht dat zich erin opbouwt. Alhoewel het niet te genezen zou zijn, kan het wel worden verlicht door middel van fysiotherapie en lymfedrainagemassages. De vrouw zegt dat haar been haar meestal geen pijn doet, maar dat het vooral het gewicht is dat haar stoort, omdat het veel energie kost om zich te bewegen. Tegenwoordig heeft ze haar leven gewijd aan het verspreiden van lichaamspositiviteit. Nummer 3. Tinghi Yavan is zoals we kunnen zien anders dan andere vrouwen. In het begin wisten artsen zelfs niet wat ze met de vrouw aan moesten. Nadat ze de puberteit gepasseerd was, begonnen haar borsten namelijk in een dramatisch tempo te groeien. Ze kreeg er op een gegeven moment zelfs erg last van. Daarnaast werd ze ook nog eens gepest door haar klasgenoten en kinderen uit haar omgeving. Haar gezondheid ging ook achteruit en voordat ze het wist was ze 20 kilogram zwaarder geworden. De artsen maakten zich zorgen dat haar ribben door dat extra gewicht zouden worden aangetast of zelfs zouden breken, om nog maar te zwijgen van de pijn in haar rug en schouders. Uiteindelijk was een chirurgische ingreep de enige oplossing. Hoewel het probleem niet volledig werd weggenomen, wisten de artsen wel de groei ervan te stoppen. Nummer 2. Lizzie Velasquez is een vrouw die bekend staat als de meest magere vrouw ter wereld. Het maakt niet uit hoeveel ze eet, want ze heeft een aandoening waardoor ze niet aankomt. Daarnaast heeft ze ook iets wat haar botten, hart en ogen aantast. Helaas heeft de vrouw haar hele leven lang te maken gehad met pesterijen. Als tiener bereikte ze uiteindelijk een punt van zelfacceptatie en werd ze zelfs lid van het cheerleaderteam van haar school. Alles veranderde voor haar toen in 2006 een video met de titel The World's Ugliest Woman viraal ging en haar in een depressieve spiraal bracht. Gelukkig werd 2006 een beslissend moment. Sindsdien heeft ze miljoenen mensen bereikt en was ze te zien in een documentaire, ze was te zien in verschillende nationale talkshows en ze heeft zelfs haar eigen YouTube-kanaal. Nummer 1. Aan het begin wist geen enkele dokter wat er aan de hand was met een vrouw genaamd Shanya Isom. Uit het niets werd de ooit zo gelukkige studente die rechten studeerde met pijn wakker. Haar vingernagels groeiden ongecontroleerd uit elk haarzakje in haar lichaam. Dit voorval was dramatisch pijnlijk en de nagels groeiden tot extreme lengtes en plakten aan haar vast. Het tastte niet alleen haar huid aan, maar ook haar botten en gezichtsvermogen. Een wandelstok werd al snel noodzakelijk om te kunnen lopen. Sindsdien is ze meer dan 90 kilogram afgevallen en heeft ze een aantal behandelingen gehad die haar pijn konden verzachten. Wat maakt jou uniek? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.